Yo, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga even mijn auto erin, dus ik hoop dat jullie het kunnen zien. Yo. Zo, daar zijn we weer. Ja. Ik ben daar samen met Jelle deze keer. Ja. Morgen. Zoals morgens. Ja, we gaan even, wat we gaan proberen, is even mijn dinges volgooien, jongens. Ja, ik heb dat natuurlijk laten zien. Ik heb een MATLAB, ik heb een Cash Factory, of geldwasserij, zo genoemd hebben natuurlijk. Ik en Jelle gaan nu samen daarheen. Ik rijd met mijn Saturno, Jelle met zijn motor natuurlijk. Ja, mijn roesbak. Onze roesbakkie. Volgens mij kunnen we die elke keer gewoon oproepen. Welke... Ja, klopt. Zullen we eerst Cash Factory doen of de MATLAB? Doe maar MATLAB. Oké, we gaan eerst naar de MATLAB, jongens. Ik ga mij wel even een motor kopen, een ander het eerst. Dat kan je toch doen. Dus ja, je hebt er help voor, dus ja. Ik wou ook nog een andere motor kopen, maar... Ik zit even te denken welke, natuurlijk. Ik ga die Bati kopen. Bati is een goede motor. Het is niet de beste motor, maar het is wel een goede motor. De beste is weer de duurste, volgens mij. Want die Chris had, die Drek motor, ja, die is een beste voor racen natuurlijk. Maar ja, je hoeft één foutje te maken en je legt van je motor af, zei Chris. Dus, ja, zeg. Maar een Bati kan je goed mee stunten, dus ja. Ja, klopt. Ja, ik zou mijn lievelingsmotor weer willen kopen, de Crossbone. Ik kon net zeggen, die met die doelskop. Ja, dat is ook mijn lievelingsmotor, maar ja, die komt pas weer bij Halloween. Maar ja, die kost 1, zoveel miljoen. Nee. Heb ik dat? Nee. Ja. Dan moeten we wel heel hard gaan sparen. Ja. Voordat we dat echt voor elkaar kunnen krijgen. Dus ja, jongens, we zijn ook een beetje af en toe offline een beetje bezig om geld te sparen. Daarom heb ik nu 992k. Daarom ben ik proberen om mijn dinges te vullen. Want dan krijgen we daar ook weer geld voor. Misschien, dat is heel misschien natuurlijk. Ja, Jelle kan in principe ook een iets voor zijn motorclub erbij kopen. Natuurlijk zo. Zoals een MATLAB of een andere ding, maar dat moet hij allemaal zelf weten, jongens. Dan ga ik hem niet. Ja, dat is hem zijn eigen keuze natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk die Krenimal pack had ik ooit gekocht voor GTA 4. Dus daarom had ik heel veel dingen gratis. Oh nee! Hey, auto, stop! Stop! Gewoon doorrijden! Nee, die auto reed gewoon door. Ik wil uitstappen, ik stop en hij rijdt gewoon door, die auto. Oké. Top. daarom heb ik wat dingetjes gratis. Dat wist ik eerst even niet. Maar net zoals hier heb ik nu 183k leggen. Hij moet nog 3 balletjes omhoog, jongens. Daarna laten we dat nu zien. Misschien op een vrijdag komt de verkooppuntjes. Want ik en Jelle die gaan natuurlijk een beetje... alles een beetje vol te houden en misschien ga ik hem zo meteen daarna zelf ook even helpen. Maar leg eraan wat hij wil natuurlijk kopen, want de MATLAB en de Cocaine Club, de cocaine natuurlijk, is de meeste wat het meest oplevert. Cocaïne en amfetamine. Ja, maar... weet ik veel wat je noemt. Nou ja, je hebt MATLAB nu, je hebt Cocaine Club dan natuurlijk, de Cash Geldwasserij natuurlijk en die andere. Die documenten. Nou ja. Ja, maar die levert geen drol op. Nee, documenten geven niks. Nou, cocaïne wel. Of ja, drugs, zeg maar, die wietfarm natuurlijk, die geven wel wat op. En de MATLAB. Ja. Dat en de geldwasserij ook wel, maar wat minder. Maar. Weet je, je krijgt er wel geld voor, heel veel. Ja, dat is waar. Dus weet je, daar moet je dan weer geluk mee doen. Kijk, weet je, we moeten natuurlijk alles weer mee rijden, of? Ja, is goed.
Weet je, dat is het eigenlijk meer, want we moeten weer overnieuw beginnen en dat is het kutste van jongens. Maar ja, weet je, dat maakt niks uit, weet je, het is meer van, maakt ook weer gezelliger, gewoon weer van top, van nul. En dan helemaal weer naar boven schroeven. Kijk, in principe, ik kan ook een andere poppetje maken op de 4, jongens, maar... Dan gaat het weer kut, dan gaat het weer, ja. Nou, niet kut lopen, maar in principe, mijn geld staat er al. Ik heb 62 ja. mil, dus in principe, als ik naar dat ene meisje ga switchen, dan is het in principe meer van, ik kan alles kopen. De dingen heb ik al, de facility heb ik al. Nou, de bunker heb ik al, want ja, die is gratis bij mij natuurlijk. Die motorclub heb ik natuurlijk gratis. Nou ja, wat moet ik dan nog kopen? Ja, ik kan een onderzeeboot kopen en een boot en dat is het. Maar ja, dat is niet echt helemaal overnieuw beginnen. Nu zijn we echt letterlijk overnieuw aan het beginnen en strijden om die geld te kunnen krijgen. Ja, en dat is het eigenlijk een beetje, ja. We hebben nu, nou ja, jij hebt 4 mil, volgens mij, bijna. Zoiets, ja. Ja, zoiets of iets meer, dat kan. Dan moet ik een opke. Oh jee. Oh nee. Nee, dus dat weet je. Ja, alleen ik wil sowieso een extra Wii-club erbij kopen, denk ik. Denk ik wel. Hallo, kom hier. Kom hier, bap. Bap. Zo, ik ben nu wel wat beter met slaan. Oh. Wat was ook weer... Oh, wow. Dat was L2 dus, oké. Moest even weer winnen. Ja, jongen. Pak ons snacks en nu ben ik dood. Ik ben ook dood. Ja, maar die missie is zo... hun hebben de mensen, wij mogen niks pakken, echt. Ja, maar hallo, met mijn andere poppetje heb ik geen problemen mee, hoor. Blijf van mijn vrienden af, hè? Jullie willen vechten? Kom, kom hier! Kom! Oh. Oké. Nee, dus dat, ja, weet je, met een ander poppetje heb ik geen probleem. Maar, hey jongens, als jullie het leuk vinden, GTA 5. Als jullie een... Die guy heeft die mes, oké. Maar ik heb hier ook mensen gewoon, ja, die heb, ja. Oké, dan ben je dood. Dan leggen we wel één pakket op de grond alvast. Ja. We hebben de twee. Is die guy met de knuppel? Ja, die is dood. Die heb ik al dood gestoken. Snor je dan met de knuppel? Die is ook wat is die guy met de knuppel hoor, licht. Auw. Kom hier. Hij is dood. Ik ben ook dood. Ja. Hoe kan hij weer levend? Ik heb die gast met die mes hier. Ik kon niet eens weg en ik ben nog weer neergestoken. Top. Nee, ja, deze missie is wel een van de lastige missies hoor jongens. Maar dat komt, wij zijn overnieuw begonnen. Dit is die guy met die mes. Ja, nee, hij leeft nog. Hoe dan? Ja, daarom zeg ik, maar... Ik, net zoals... Hij staat elke keer op. Wat een slecht jongen. Ja, echt. Oh, er is nog eentje met een mes. Top. Oké. Ik had de supplies, had ik, maar... Ja, door die, omdat ik doodgestoken ben, jongens. Ja. Yeah. Heb ik niet meer. Ja, maar ik kan hem geen eens mappen geven, ik ben al dood. Ja. Hier, ik ben ook weer dood. Echt, hoe dan? Maar ja, ik moet elke keer op jou wachten, dus ja. Dat is meer het ding. Maar ik moet alleen het pakketje oppakken en dan kan ik er gaan. Oh nee, ik moet over. We gaan hem samen slaan. Blijf liggen. Sorry. Nou. Als die weer opstaat, dan is het wel heel gek. Hup, in mijn auto. Zo. Voordat die pannenkoekjes komen. Maar ja, dat legt eraan. Het is heel vreemd, jongens. Tegenwoordig zijn er weer twee messen. Okay. Ja, geef ik even aan, want dan volgens mij komt het echt. Ja, oké, maar weet je wat het is? Dit is natuurlijk de 5 versie. De 4 is sowieso al een beetje bukt, natuurlijk.
Oh, mijn driving skills zijn weer naar beneden gegaan onderhand, denk ik. Maar ja, nee, dus ja, we gaan gewoon de dingen vol pompen. Dan gaan we dat ook met de Cash Factory doen en dan gaan we dat even vullen. Voor jullie natuurlijk, we laten dat wel even zien dat we het alle twee doen natuurlijk. Want we zijn nu alweer 10 minuten bezig, maar ja. Elke keer omdat er geschiet wordt, komt er elke keer iemand achter ons aan. Dus ja, we zijn druk bezig. Maar... Oh. GTA loopt niet helemaal nog lekker mee. Maar dat, ik heb dan natuurlijk een Natas gevraagd. Ik weet waardoor het komt, natuurlijk. Dat wel. Dus ja. Ik neem even een afsluiting. Jeehoe, hoppa. Doe ik een versus stijl. Dat doen we. Land. Oh, land. Jee, we hebben geland. Voor lang? Geen idee. Hallo, schuurtje. We komen eraan hoor. Duurt alleen even. Zo. Zijn er. Zo snel. Zo snel kunnen we gaan, jongens. De auto is wel wat sneller, maar niet snel genoeg nog. Daar moet ik level 40 voor zijn. Dan komt het helemaal goed. Kijk, we moeten nog 3 balkjes mogen gooien. En dan is deze weer gedaan. Bro. En dan gaan we dat even doen. Want ja, ik kan hem voor 45.000 euro kopen. Ja, kopen, ja, weet je, is niet echt dat je de werk vol moet doen. Vind ik altijd. Klopt. Dus ja. En sommige mensen zijn makkelijk, behalve die ene wat we hiervoor hebben gedaan. Vol, we mogen best ver gaan. Ja. Nou jongens, hebben jullie nog een half jaar? 100 minutes later. Ja, echt. Af en toe zijn die dingen gewoon zo ver. Mijn motorclub zit in de stad, alleen ja, deze was natuurlijk wat ik gratis kon krijgen. Dus ja, dacht van ja, het is wel handig, want we kunnen extra geld verdienen. Mm-hmm. Want iedereen krijgt natuurlijk de helft. En ja, we hebben nog wat, we kunnen de bunkermissies doen, jongens. Wow. Oh. Alleen ja, mijn drive skills moet weer even up to point worden gemaakt, want het is niet echt heel lekker natuurlijk dit, want ja, kijk ja, he, is weer overnieuw. Zo, oh, links, rechts, hoppa. Bij eerst, oh, rem, rap. Mijn auto ziet er niet uit, jongens. Maar ja, dat maakt niks uit. We gaan hem sowieso nog een keer pimpen. Maar ja, hebben jullie al een kleur in jullie hoofd wat onze crewkleur moet worden? Laat het even weten. Ja. Nou, dan gaan we die kleur natuurlijk sowieso een keer maken, hè? Of ja, erop zetten. No. Als we wat levels omhoog zijn, want ik wil er sowieso een turbo erop en dat soort dingen. Ik ben bijna level 19. Nog een stukje of 10.000, dan zijn we er. Nou ja, nog 20 te gaan en dan... ja, veel missies doen, hè, jongens. Dan krijg je dat. Oh, zo. Klapbam. Nee, ik klapte hem bijna tegen dat ding aan. Nee, dus ja, sommige mensen zijn wat lastiger, jongens. Niet alles, sommige. Maar ja, die ene om mensen neer te knokken, ja. Het is gewoon lastig, weet je. Onze kracht moet weer natuurlijk omhoog. Dus ja. Oh, deze. Oh. Welke is het ook weer? Dat is daarachter, dat we een soort busje volgens mij mee moeten nemen of een motor.
Dus dan moeten we die mensen doodschieten. Maar dat is zo gedaan. Met ons in de buurt, hé. Call of Duty stijl. Ja. Niet te snel, hè, denk ik. Want, Ah, die zijn we nog gedaan. Ja. Nou zeg ik, die bedoel ik, maar deze is best wel makkelijk. Alleen ja, onze dingen is niet echt. Nee, je gaat de auto. Hey, nee, man. Heb jij zo'n vlag? Nee. Oké. Okay. Ah ja, maar deze is die. Ja. Dus ja, dat is het meer. Dus ja, we moeten nu even wachten. Op een. Hey, dit ziet er wel mooi uit. Het ziet er zeker leuk uit. Alleen ja, opeens BIM! Ook door ontploft. Oké, supplies pakken. Is dat de motor zeker? Ja, oh nee. Nee, we moeten nog landen. Hey. Waar is dat? Ja, die andere ligt hier. Bij jou in de auto. Oh nee, hierachter. Ah, hè? Achter die auto. Ah, ik zie hem. Snel, snel. Snel, die snel, snel. Naar mijn sportwagen. Die bijna kapot is, maar. Jij gaat zeker met die auto. Ja. Oké, alles hè. Ik zie je daar. Oh. Hij mag het mij, mijn flair is uitgewerkt. Oh ja, is die flair uitgewerkt? Oh nee. Hij zijn flair is uitgewerkt, jongens. En meisjes. Mijn flair is uitgewerkt. Dan moet je een nieuwe flair kopen, hè? Ja, want zo'n flair kunt je goed. Oh, wacht, ik heb iets leuk. Maar ik kan die wel kopen, hoor. Ik heb ze ooit een keer gekocht, maar. Ik weet wel die gun. Die flaggen, dat weet ik wel. Maar ja, ja jongens, daarom zeg ik, moeten we helemaal overnieuw beginnen. Dat is wat minder, maar hey. Het is wel leuk, het is weer geinig, weet je. Je kan weer een beetje voelen van, hè, hoe ben ik begonnen met GTA spelen. Ja. Dat wel, weet je. Dat heb ik het heel gevoel, weet je. Het is weer geld krijgen en. Ja, en dat soort dingen, weet je. Dat is het meer, want. Ja. GTA, als je natuurlijk de 4 opstart, ja, we hebben alles al. Dan is er natuurlijk weer de vraag van, hè, kijk eens, wat willen jullie dan zien? Als we in GTA 4 online zijn. Daarom zijn we eigenlijk meer racen gaan doen, omdat we hier niet even, omdat ik de 5 nog niet had, maar ja. Weet je, ik kon wel opnieuw beginnen, maar ja, dan heb ik een andere poppetje en dan heb ik ook 62 mil. Omdat je die bank dingen niet echt apart kan doen, toen. Want bij mij is het fout gegaan. Dus ja, zodoende. Alleen ja, ja, ik heb dat toen gedaan en ja, ik heb 62 mil, dus ja, dan is dat wat lastiger om te zeggen van, yo, ik wil overnieuw beginnen, want ja. Oh nee, Bompie. Bompie, ik heb Bompie op mijn tegen, hoor. Yo, kom aan. Ja, lust er ook bijna, dat is mooi. Of we nog één missie te doen, denk ik. Nou, zo. Nee, dus dat, jongens, dat is het eigenlijk meer. En, ja. Dat is, Oké. Oké, wat is het? Om deze doe ik een backflip. Ja, maar dat doe jij vaker met een vliegtuig in. Een backflip. Zo. We hebben alles binnen. Ja. Ja. Oké. Ja. Het is nog één pakketje volgens mij en dan zit hij weer vol. Ja. Ja.
gaat snel. Ja. Ik hoop dat hij ook weer snel leeg loopt. Maar volgens mij wel. Want wij hebben hem toen de laatste keer een beetje bijgevuld en hij heeft nu 2 balkies. Ja. Dus ja. Nou, we gaan nog even 1 missie doen, jongens. Dan gaan we dat even ophalen. Rij je mee of ga je met je motor? Ja, kom dan. We kunnen zo. Nou, er staat gelukkig geen tijd op, hè. Ja. Ja, je hoeft niet echt te haasten. Het enige waar tijd op is, is je wil verkopen. Dat is het enige. Ja. Maar dan hebben we nog wel een persoon die kan helpen natuurlijk. Dat is Serge. Als we dingen wil verkopen. Maar meestal redden wij het samen ook wel. Natuurlijk. Ja, en als Chris er mee doet, dan kan Chris altijd ook meedoen. Dus ja, weet je, we hebben mensen genoeg. Ja, nou ja, als jullie afvragen waarom Chris er minder is, dat kan. Hij heeft even pauze. Pauze, niet echt pauze. Het is meer dat hij druk heeft op zijn werk. Dus ja, daarom is hij wat minder. Maar dat komt wel een keer goed, jongens. Zeker wel. Chris kan sowieso eens een keer, stel dat we een party hebben en hij zit erin. Hij kan sowieso joinen natuurlijk. Buiten dat natuurlijk, dus ja. Maar als jullie vragen waarom Chris er minder is. Hij heeft het druk met zijn werk. Maar het lijkt wel op dat die Santorna wat sneller is geworden ofzo. Ik weet niet. Ja, dat denk ik ook, want elke motor waar ik op rijd, dan ben je 10 keer sneller. Ik ga zo meteen even kijken of we een energy swap kunnen doen. Ik denk het wel, maar ik weet niet 100% zeker. Dan is die nog sneller. Oh! Oh nee. Ja, oké, schiet er. Staat hij eronder of staat hij daarboven? Jongen, hier, dat zijn 2 busjes. Oh, 2 busjes, oké. Okay. Let's go. Hey, mijn shooting is 20%, let's go. Ja, jij staat ook hier bij mij in mijn beeld, dus ja, mijn schieting gaat zo niet omhoog, hè? Hij gaat ook een keer voor mijn bakken staan. Ja, ik stond dat in de first person, wat voor mij handiger is, daardoor misschien. Ja, nou, hoe moet ik misschien dan omhoog krijgen als jij ook hier voor mijn bakkers gaat staan? Niet toch? Ja, dat gaat niet. Nee, daarom doe ik met jou deze missies nooit, omdat jij ook een keer voor mijn bakkers gaat staan. Dus ja, reden waarom ik geen missies doe, jongens, dat komt omdat elke keer personen voor mijn dingers gaan staan, weet je? Ik wil mijn schitting omhoog krijgen, maar... Dat gaat een beetje moeilijk als mensen elke keer voor mijn bakkers gaan staan. Kijk, weet je, ik ben niet boos op Jelle, weet je, maar het is meer van, het is natuurlijk lastig. Want hij is al sowieso een paar levels hoger dan mij, want hij heeft al een beetje, klein beetje gelogen tegen me. Maar weet je, dat maakt ook niet zoveel uit nu. Ik doe mijn ding op GTA. Dat is het wel. Nou ja, we gaan gewoon proberen om die busjes mee te krijgen. Het zal even duren. Want ja, mijn skills met schieten is niet zo heel hoog geworden natuurlijk. Maar ja, ik denk ook wel meer dat het natuurlijk geüpgrade is omdat het 5 is, jongens. Denk ook. Zo. Busjes mee. Ik denk dat dit iets te veel is, maar hey. Oh nee. Nou, dat wordt nog wat. Rijden en heel houden. Ja. Hup, nergens tegenaan. Kijken, hoe. Met even hier achteruit. Hallo auto, leuk dat je er staat. Let's go! Let's go! Dus ja, zodoende, maar ja.
Ik weet niet, want dat is altijd jongens als mensen voor mij lopen, maar geen idee. Ik heb dat altijd, weet je. Ik heb het niet alleen bij Jelle, ik heb dat ook toen met Sam gehad. Ik heb dat. Ik heb dat natuurlijk ook met Jelle gehad. Of nee, met Houding gehad. Ja, met Jelle is het af en toe zo. Maar dat komt. No. Zijn controle hebben af en toe een eigen wezen wil. Want de ene keer staat hij wel ver van me af, en de andere keer staat hij zo dichtbij dat je het niet eens kan bijhouden. Dus ja, weet je, daarom zeg ik jongens, ik ben niet boos, maar het is natuurlijk wel een beetje vervelend, want jij wilt je skills omhoog gooien. Oh, jezus man. Ja, gelukkig gaat er niet zoveel vanaf. Gelukkig gaat er niet zo heel veel vanaf. Dus ja, maar weet je, we gaan ons best doen om die missies te kunnen halen. Ik zeg niet dat het altijd gaat lukken, want ja, GTA kan ook een keer meekappen natuurlijk, want ik kon net niet in GTA komen, jongens. Dat was ook weer een dingetje. Dan denk ik van, oké, waarom kan ik niet in GTA komen? Maar ja, willen jullie natuurlijk de story mode zien op de GTA 5, op de 5 versie? Laat het sowieso even weten, want ik ga misschien heel GTA kopen. Maar ja, kost wel 40 euro. Maar dan maakt niks uit. Oké, ja, tuurlijk. Eén tikje van een auto en ja, leg op de zee. Nou, oké. Top. Ja, maakt niks uit. We doen ons best. We hebben 2 busjes, dus. En je 2 busjes en half verzaald maakt 1 busje helemaal compleet. Maar ja. Maar GTA auto's zijn ook een beetje eigenwijzer geworden. Natuurlijk die die imprecies natuurlijk. Maar hey. Dat maakt niks uit. Geen stress. Weet je, we moeten daar ook geen stress over maken, want als we daar stress gaan over maken, dan gaat sowieso niet alles niks lukken. Dus ja. Maar ja, ik ben er bijna. Joep! Hoppa, 1 busjes binnen. Ja, dat komt er ook aan. Maar ja, dan sluiten wij hier natuurlijk de video bij af weer zometeen als je binnenkomt met die bus. Busje komt zo. Oh ja, jongens, als jullie een keer FIFA 23 willen zien, wat sowieso even weten. Ik zal wel één ding zeggen, het is wel wat verslechterd natuurlijk. Maar ja. Hé, waar zijn mensen? Hé, jongen, waar zijn mensen? Geen idee, ik zag erin, hè? Ik kwam aanrijden. Nee, maar ja jongens, ik wil zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet te liken natuurlijk. Voor de English guys, thanks for watching and saving. Dovercatsip.blow, Dovercatsip.blow. I see you in the next time. Zoals I say is later later. Zoals ik al zeg is later later. Yo yo. Yo yo.